Graag wil ik je wat uitleg geven over Lean Arm Train. Verdieping in de vorm en in de beweging, zodat je beter snapt wat de technieken zijn en hoe je ze nou precies moet uitvoeren. Het mooie is van een video dat je er iets terug in kan gaan, je terug kan spoelen en het nog een keer bekijken, zodat je het beter gaat begrijpen. Dus, we beginnen even met Lean Arm Train en ik ga de bewegingen stuk voor stuk verduidelijken. We beginnen met de voeten naast elkaar en de armen langs het lichaam. Dan brengen we de handen voor, we maken de buiging, komen terug omhoog en brengen de armen weer terug langs het lichaam. Nu stappen we uit met links, de handen gaan in de zij en we kijken naar links. Wat belangrijk is, is dat ik mijn schouders en mijn ellebogen helemaal naar achteren trek. Dus ik sta niet hier en ik neem er echt mijn tijd voor. Ook is het belangrijk dat ik mijn voeten gelijk uitstap. Dus mijn ene voet staat niet zo, mijn andere zo. Dus probeer het zo netjes mogelijk te doen. Dus, we beginnen met de buiging. Armen terug. Stap uit met links, handen in de zij, kijk naar links. Nu laat ik mijn linkerarm vallen. Ik schep met mijn linkerarm en ik stap uit naar Mabel. Mijn rechterhand is goed in mijn zij, mijn vuisten zijn goed gesloten en mijn arm is net iets voorbij mijn schouder. Dan trek ik mijn linkerhand naar mijn zij en mijn rechtervuist stoot naar voren. Daar naartoe. Ondertussen wissel ik van Mabel naar Kombo. Dus, ik ben hier, deze gaat naar mijn zij, die naar voren. En hier probeer ik zo stabiel mogelijk te staan. Ik ga even iets terug, zodat ik zorg dat ik in beeld blijf. Dus, we hebben nu de combo-stap. Vuisten, goed knijpen. Linkerhand goed in je zij. Nu ga ik naar voren, alsof ik bij mijn onderrug naar voren geduwd word. Ik kom naar voren, boom, ik schop en ik stoot. Ik zorg eerst dat ik blijf staan naar voren als ik verder ga. Zelfde verhaal, handen goed in je zij. Naar voren, uit. Mabel. Zorg dat je een goede stoot hebt naar voren, hand goed in je zij, arm net niet helemaal gestrekt. Nu haal ik terug, dus ik leun naar links en ik neem mijn arm mee naar hier. Mijn handen zijn voor mijn knie. En ik zal dat even vanaf de andere kant laten zien, zodat je beter kan zien wat ik doe. Dus we zijn in Mabel, ik leun naar links, mijn linkerhand komt naar voren en mijn rechterhand hiervoor. Recht voor mijn knieën en let op dat dit ook recht naar voren is. Dus niet ergens hier te snel springen. Maak het netjes. Zorg dat je iedere keer stabiel staat. Dus we hebben de voeten, vuist uit, leun terug naar die, neem mee naar daar. Nu spring ik om, stoot naar voren en hand is hieruit. Als het goed is heb je gezien dat ik mijn beide voeten op deze lijn had. Nou, op het moment dat ik omspring vanuit hier, spring ik open. Dus, ik was hier en ik land naar hier. Dus, we maken en die draai en we openen. Dus ik spring niet naar voren, naar die kant. Nee, ik draai en ik spring open. Daarbij is het belangrijk om te zorgen dat je stoot echt een stoot is. Dus, op het moment dat ik hier ben en ik spring, gaat deze hand open en deze trek ik naar mijn zij. Dus links gaat naar mijn zij. Deze draait open naar die kant. Ik draai in een sprong. Ik ga zitten en ik stoot uit. Probeer daar rekening mee te houden. Nou, dan gaan we even verder in dezelfde lijn als waar we waren. Dus we waren hier, Mabel met die stoot. Deze hand duwt trouwens echt naar buiten. En probeer de schouders laag te maken dat je één geheel van beide armen maakt. Nu loop ik naar voren. Ik draai deze hand en ik loop hierin en ik ga weer zitten. Mabel, probeer je schouders weer ontspannen te houden. Maar deze doe ik ook eventjes vanaf de andere kant, zodat je beter kan zien wat ik doe. Dus we waren hier in Mabel. Deze draai ik om alsof ik hier iets weg wil. Deze gaat naar mijn schouder hier. Dus het beste is om het even zo te laten zien. Dat ik hier ben en eigenlijk dit doe. Dus ik was hier en deze valt naar hier. Nu loop ik tegelijkertijd naar voren en komt deze hand bij mijn schouder uit. En deze hand bij mijn andere schouder, deze kan naar mijn gezicht en die duwt van me af. Dus de beweging in zijn geheel zal er dan zo uitzien. Mabel, nu in, duw uit, kom. Nou, dit is toch wel een van de lastigste bewegingen die je tegenkomt in de vorm. Waarom? Mabel, deze is hier, die is daar. Deze drukt naar beneden.
deze verplaatst naar mijn schouder hier, terwijl je deze naar mijn elleboog gaat. En nu duw ik uit in combo. Deze hand is open hier, linkerhand, en de rechterhand is daar. En probeer het heel bewust een duw te maken. En nogmaals, geen gestrekte arm, zorg dat je arm licht gebogen is. Dus, hier vandaan, marble, indraaien, inlopen, zitten. Duw uit. Let op je achterste voet, niet op één lijn, want dan is het heel lastig om stabiel te staan. Zorg dat je uitkomt in schouderbreedte. De beste manier om dat te laten zien is even op deze lijn. Deze voet draait, hier draai ik vanuit mijn heup en kom ik op schouderheupbreedte uit. Dit is iets wat veel tijd nodig hebt. Dit moet je regelmatig oefenen, bewust oefenen, net zolang tot het gaat. Dit is niet iets wat je in één keer gemakkelijk goed doet. Oké, we pakken hem weer even op waar we waren. Dus we waren in deze positie hier, marble. Draai je hand, loop in, zit de marble, duw uit voor. Andere hand duw, let op je andere hand, die is belangrijk. Rechterhand voet hier zij, links voet voor. Breng links naar achteren. Verplaats je gewicht naar je linkerbeen, zak in pommel. Uitslaan, om je knie, duw voor. Rechterhand is achter het midden van je rug en probeer goed in je heup in te draaien. Nou, dit is een beweging die ik ook nog even op de andere kant ga laten zien, zodat je goed kan zien wat ik nou precies doe. Dus we hebben een duw gehad vanuit de combo met de linkerhand voor. De rechterhand is goed in de zij en de elleboog is goed naar achter, waardoor er een goede draai zit in de heup hier. Deze hand gaat over een horizontale lijn naar achteren. Ondertussen wissel ik mijn gewicht naar mijn linkerbeen. Dus wissel hier je gewicht naar je linkerbeen. Je rechterhand komt omhoog. Je linkerarm gaat naar beneden daar. En je gaat zitten naar beneden. Poeboe. Hou je linkerarm helemaal gestrekt naar achteren. Rechterhand is hier bij je schouder. Sla uit. Kom naar voren. Om je knie en duw. De volgende beweging is hand naar je zij, andere arm over je hoofd. Daar, voor, schop, stap uit, duw, combo. De positie waar ik in uitkom na de schop is eigenlijk vergelijkbaar met deze. Alleen mijn rechterhand is nu hierboven, dus die verdedigt boven mijn hoofd. Die is niet buiten, die is in dit geval boven mijn hoofd en deze duw ik naar voren. Een ander belangrijk ding is de schop. Zorg dat de schop niet te hoog is. Vaak willen mensen te hoog schoppen hier, is niet nodig. Mijn beweging is hier, deze gaat terug, deze komt hier. Mijn hand is hier en dat is ook waar ik mijn been naartoe breng. Dus mijn voet komt tegen mijn hand en mijn hand drukt tegen mijn voet. Dit is belangrijk omdat ik op die manier in mijn schop mijn heup ook train. Het contact drukken we naar elkaar toe, dus daarmee maken we de heup en de schouder sterker. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de voet ook meer tegen een stootje kan en hetzelfde geldt voor de hand. Dus hier deze naar mijn zij, die voor en door uit. Na mijn schop haal ik mijn knie terug en stap ik uit en duw ik naar voren. Dus niet in één keer met gestrekt been naar voren vallen. Want vallen is iets wat we gewoon absoluut niet willen doen in een vorm. Naar voren vallen in een gevecht is geen goed idee, want je maakt jezelf kwetsbaar en dat willen we niet. Dus we zijn hier gebleven, hand is voor, die is boven mijn hoofd. Nu draai ik. Ik draai mijn lichaam. Daarom trek ik deze iets terug en kom ik hieruit. Hierbij moet je het even zo zien, als je het vanaf de rug bekijkt. Dit is wat ik doe. Ik draai om. Mijn arm blijft waar die is, ik draai om en deze blijft ook eigenlijk bijna waar die is. Kijk even hoe dat precies is, deze is nu hiervoor, die draait zo, ik draai helemaal om en ik kom daaruit. Dus het enige wat mijn linkerarm doet, is een vuist worden. Daar verandert niet zo heel veel aan. Mijn rechterarm blijft ook bijna in dezelfde positie, maar op het laatste moment trek ik hem naar mijn zij en komt die daar naar voren. Zoals we vanaf deze kant zijn, draai ik om, deze komt iets terug, been draait in, daaruit. Nu, vanuit de heup, zelfde draai als de combo die we toen straks hebben gedaan. Dus vanuit hier, draai je heup.
Mijn voet drijft, deze drijft daarvoor. En op die manier proberen we zoveel mogelijk kracht te genereren. En dat is hetzelfde als we bezig zijn met gewoon boksen. Op het moment dat ik stoot, gebruik ik mijn heup om uit te stoten. Hetzelfde idee. Dus, ik ben kom hier, hand is voor, deze is boven mijn hoofd. Draai om, maar hier. Probeer echt te gaan zitten, want vaak wordt het hier overgeslagen. Om goed op je maboel te zitten. Draai in, vanuit je heup. Kruis je handen boven. En dit is echt belangrijk, dat dat duidelijk terug te zien is. Dus ik sta hier, ik kruis boven als verdediging. Ik duw daar ook een beetje naar boven, om mijn schop hier vrij te maken. En die schop is naar de knie. Ik ben hier, ik kruis boven, daarvoor. Ik zet mijn voet neer, hou mijn handen op boven. Knieholte, armen langs mijn hoofd, naar achteren, maboe. Van maboe naar dubbel stoot. Let op de ellebogen weer, geen gestrekte armen, licht gebogen. En breng ze naar voren vanuit je heup. Linkerhand omhoog, rechterhand er tegenaan. Schop, weer terug bij de gebogen knie, indraaien. Vanaf de andere kant, dubbel stoot, linkerhand, rechterbij, schop, terughalen, in. Roteer, bovenlichaam, benen stabiel, elleboog. Nu, draai weer vanuit je heup en deze schiet naar daar en die daar. Dus ik ben hier, helemaal. Probeer die zoveel mogelijk mee te nemen. Deze is bij mijn knie en deze bij mijn schouders. Nu haal ik mijn handen terug, kom hieruit en vol. Linkerhand omhoog, rechterachter, naar beneden en maak je buiging. Nou, dit is een heleboel informatie om te verwerken en het heeft echt tijd nodig om al die details erin te brengen. Ja, om hem te herhalen en steeds bewuster te weten wat je aan het doen bent. Ik verwacht ook niet dat je dat dus in één keer kan onthouden en dat moet je denk ik zelf ook niet doen. Ik zal het nog één keer in zijn geheel herhalen op een langzaam tempo, dat je nog kan zien wat ik nou precies doe.